Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En vandaag hebben we de terugblik en blikken we terug op het weekend van 15 en 16 februari. En doen we dat met twee winnende trainers. Want je hebt helemaal een goed weekend, Adrie Poldervaart. Want op zaterdag won je met Zwaluwe. Ja. Een zwaar bevochten bij Heinenoord. En op zondag deed je dat nog eens zinnetjes over. Met OHVV bij Donk. Ja. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Ja, Harry Ruske. Een op een diefje, zeggen wij in België. Hele overtuigende 1-0. In de allerlaatste minuut. Juist, dat wou ik zeggen. Nou, ook daarover meer. Dus u ziet heel veel zondag. En ondanks dat er niet zo heel veel is gespeeld. En wat zaterdag ook heel veel. En dat toch allemaal, als het goed is, binnen een minuut of 40. Tenminste, dat was de opdracht die ik meekreeg. Dus aan u het verzoek om het kort en bondig te houden, maar ook weer niet te gewoon lekker spuien. Gooi het er wel uit. Kijk, nou, laten we dan gelijk. Die uitslagen die kunt u lezen. We nemen ze wel mee hoor, natuurlijk. Maar laten we eens over die topklasse. Wat is dat voor een gekke competitie? In ene een Barendrecht en Capelle in degradatie zorgen. Op 14 december. Mocht ik ook nog een half uurtje meedoen tegen IFC. Toen verloren we in de laatste minuut een countertje met 9-0. En toen zei Jack al van... we staan wel vijfde. Ik geloof dat we vijfde is, maar we staan ook nog 5 punten boven de promotie-degradatieploeg. Die zijn weg? Ja. Nou ja, goed, dat kan als je natuurlijk niet wint. En je concurrenten gaan wel winnen. Dan lever je snel wat punten in. Dus... Ik geloof niet dat hij zo'n vooruitziende blik heeft gehad dat zou gebeuren, zeker niet gehoopt. Maar het is wel een feit en dat geldt natuurlijk ook voor Capelle. Allemaal euforie, winnen in het begin. Bij Groningen spelen, winnen thuis van Almere City. Ja, nu is het een ander verhaal. Sowieso die hele competitie, hè? Want nou ja, goed, de leden dat kan als promovendus. Maar kampioen Katwijk heeft het moeilijk. Lisse staat nu op de PD-plek. Barendrecht en Capelle hebben net zoveel punten. En nieuwkomers als ONS Sneek. En Excelsior Maassluis, zeker in deze regio. Excelsior Maassluis staat uit mijn hoofd gezegd. Vierde? Ja, knap. Nou ja. Kan zomaar een periode pakken. Dus je hebt geen zwakke broeders. Volgende week heb je natuurlijk Barendrecht tegen Noordwijk. Ja. En dat wordt echt een potje van 25 en 22 punten, geloof ik. Ja. De nummer 11 tegen de nummer 14, 15? Ja, die Noordwijk die. Die moeten er natuurlijk ook. Dus dat wordt sowieso een spannende wedstrijd. En ja, Barendrecht zal wel moeten een keer die negatieve tendensen moeten zien te doorbreken. Ja, want ja, nu ook weer 0-2. Krijgen wel wat kans hoor. Ik bedoel, krijgen dan een heel effectief ONS tegen zich. Sneek. Ja, en als je dan zelf niet scoort, wat ze volgens mij één keer. Dat was in de uitzending voordat jij er was, dat je zei van dat wordt 3-3. Toen zei ik, nou, Barendrecht scoort niet zoveel, was volgens mij in jou toch? Was dat iemand anders? Nou goed, maakt niet uit. In ieder geval, toen werd het 5-3 tegen Capelle. Ja. Ja, daarna zijn we gewoon heel veel moeite met scoren. Als je dan ook de samenvatting ziet, kans op kans op kans. Alleen ja, 2-2. Ja, die eerste, dat is een flut goal. Waar Zegers niet helemaal vrij uitgaat, denk ik, vanaf 30 meter. Maar dan denk ik, ja, moeilijk. Aan de andere kant, Excelsior Maassluis, geweldig. Nou, die schoppen binnen dan in de 90ste minuut. Dat is dan wel verschil. Misschien die wedstrijden die Maassluis verloor. Dat ze misschien ook best wel een puntje hadden verdiend. En dan daar niet deden. En dan zit je ineens in een reeks van. Ik dacht dat ze iets van 5 nederlagen doen in het begin of zo. Ja. En daarna kregen ze ineens weer 5 wedstrijden op rij. En dat kan. Maar ja, we kunnen allemaal voorspellingen doen. Het zijn nog 10 wedstrijden. En ik bedoel, als een bolwerk als Katwijk vorig jaar kampioen van Nederland onderaan staat. Ja, dan moeten we allemaal onze mond dicht houden. En dan. Ja. Gewoon elke week je puntjes brokken. Ja, daar moet je helemaal niet jaloers zijn. Nee, die zijn volgens mij ook niet zo kwijt. Ik heb reportages gezien dat ze het veld opkwamen richting de training. Dat het hele publiek er nog achter stond met fakkels en weet ik het allemaal. En nu eisten de supporters toch wel een gesprek met de trainer. Ja. En ze hebben gelukkig verlengd met die trainer. Want het kan niet in die trainer liggen als je vorig jaar kampioen wordt van Nederland. Dat in er nou ineens niks van kan. Wij hebben daar nog gespeeld met Zwaluwe. Voor de beker. Nou, die won we daar met na penalties en 20 penalties 3-3. Maar een ploeg die zo vreselijk goed kan voetballen, die kan het niet zomaar ineens kwijt zijn. Maar ja, voorlopig staan ze er en het gat is wel erg groot al naar sowieso promotie-degradatie. Het kan zomaar zijn 3 Katwijkse ploegen in de hoofdklasse A volgend jaar. Rijnvogels, Quickboys, Katwijk. Ja, een jaar geleden was Rijnvogels bijna gepromoveerd en hadden ze de 3 hoofdklassers gehad.
Toen tegen RVVA, maar toen redde RVVA het op de, in de laatste minuut in de verlenging. Ja. Anders hadden ze al een keer gehad. Ja. Nou, goed, laten we hopen dat, dat Capelle en Barendrecht het gewoon redden, want dat zijn wel ploegen die gewoon in die topklasse thuis worden. In de regio natuurlijk. Ja, en dat is alleen maar voor dit programma. Hoewel wij ook de hoofdklasse hebben, hè? Maar goed, het is altijd wel prettig om ze ja, wat hoger te hebben. Grote Man en Excelsior zijn, nou, Grote Man niet. Redert speelde zich in de kijker. En hebben jullie de samen tegen? Ja, nee, ik geloof dat hij gescoord had in een penalty gemist. Ja, een katachtige reflex bij de eerste. Nee. En wat mindere reflex bij de tweede, want die scoorde hij ook, maar dan in zijn eigen doel. Ja. En, ja, de penalty miste hij, maar het was Kevin Vink uiteindelijk in de 91ste minuut met de schouder, tenminste. Zoals ik hem kon constateren. En corrigeer me als het niet zo is, maar laat het in ieder geval. Volgens mij was het je schouder. In de 91ste minuut maalt niemand om. Lekker in die hoek in, juichen, gek doen. En precies. Dat was de topklasse. Nou ja, de hoofdklasse. Wat heb jij voor de wedstrijd gespeeld? 2-0 achter? 3-2 winnen? Nou, je zegt het al, dus dat was het. Ja, goed. Vertel, we gaan verder met 1-2. Nee. Ook een beetje een rare competitie. Hoek springt er in principe volgens iedereen bovenuit, maar alles staat lekker dicht bij elkaar. Je kan zomaar nog onderin het moeilijk krijgen. Nou ja, dat is ook gewoon zo. Kijk, als wij 10-23 hebben, dan pak je 2,3 per wedstrijd. Dat is goed. En daarna speel je 6 wedstrijden en dan pak je 5 punten. En dat is maar net natuurlijk waar je de verdeelsleutel legt. Als ik ze nu door midden snijd, dan is het 8 wedstrijden, 19 punten. Op doelsaldo de eerste periode niet gehaald op hoek. En daarna nog eens 8 wedstrijden, 9 punten. Ja, dat scheelt 10 punten. En dan speel je soms helemaal niet zoveel slechter of minder, helemaal niet. Dan scoor je niet. We hadden 4 wedstrijden niet gescoord. En nu dan wel 3 keer. En wat het belangrijkste vond is eigenlijk de 2 goals natuurlijk. Dat geef je weg. Dat was niet goed. Maar ik heb heel die wedstrijd verder amper kansen weggegeven. En dat doet mij dan wel weer deugd. Nee. En dan win je ook veel als je gewoon weinig weggeeft en zelf ook nog dominant bent. En dan kan je zeggen van we hebben echt een wedstrijd beslist. En soms vallen ballen zomaar ineens uit geluk of een kluts of weet ik veel iets. En dan juichen mensen. En ja, dan ben ik altijd erg kritisch naar mijn eigen ploeg, maar ook naar andere ploegen. Toen denk ik, ja, je wint wel, maar niet op basis van je vertoonde voetbal. Een bal valt goed. Je hebt geluk mee. En ik wil niet afhankelijk zijn van geluk. Nee. Wat mij opvalt in de afdeling is, het is een beetje onrustig, heb ik het idee. Behalve dan de resultaten ook, Xerxes wat het een beetje een moeilijk seizoen draait. Er is weinig duidelijkheid, dat maakt het onrustig. Je hebt geen uitgesproken kampioen, hoewel iedereen vindt dat Hoek het kan worden. Maar ASWH nadert, winterperiode zonder te spelen. Je hebt een degradant, maar ook ja, er kunnen zomaar anderen ook bij komen. Het is allemaal onrustig. Je moet naar beneden kijken, je moet naar boven kijken. Ja, er spelen veel ploegen. Ik vind het niet zo onrustig. Ja, Sterks is een heel onrustig seizoen natuurlijk. Ja, okay. Wel. Maar goed, als, is je kijkt, als je kijkt naar alle trainers die verlengd hebben, dan zijn bijna alle trainers die daar al zaten, die hebben verlengd. Dus dat toont ook een stukje rustigheid aan dan, in ieder geval. En goed, je moet wel je punten blijven sprokkelen. Maar Sterks is normaal een ploeg die bovenin mee kan draaien. Mm. Staat ook maar een paar punten boven de streep. Mm-hmm. Dat bedoel ik meer met onrust. Ja, maar dat neemt die club met zich mee gewoon door de vele dingen die daar gebeuren afgelopen seizoen. Alleen ik vind wel dat als er dingen gebeuren waar je geen invloed hebt als voetballer, waardoor dan gelijk je prestatie als voetballer minder moet worden. Dat vind ik een vreselijk slap geloof. Ik heb bij Spijk en Is meegemaakt in seizoen 2010. Ja, misschien dat daar, we hebben 4 keer de promotie naar de hoofdklasse niet gered toen. Maar mijn spelers, er was ook heel veel onrustigheid ten aanzien van binnen de club. Maar wij bleven gewoon presteren. We deden gewoon ons best. En die jongens, daar werden we later nog hartelijk voor bedankt. Dat we zo loyaal waren. En hard ons best deden. Ja, ik vind dat de bijzaken, die moet je niet meenemen op het veld. En ik lees dat overal. Ja, het is onrustig. Dan moet je dan gelijk minder gaan spelen. Wat is dan voor gelul? Hoe kan Ajax dan de afgelopen jaren gepromoveerd zijn? Nou, als het ergens onrustig was. Ik vind dat gelul. Ga gewoon voetballen. En geld en dergelijke. Ik vind het mooi op dit jaar. Onrustig, nou, maar alles kan. Ja, ik heb het liever dan dat er eentje begin van het seizoen bovenaan staat, weglopen en dan halverwege kampioen is. Je moet strijden voor elk punt. Dus je gisteren zag in de rust, soms waren we weer 2-0 achter. Zeg, ik streng voor. Maar dan had hij nog een aansluiting gehad, hè, bij Delta Sport. Ja, absoluut. En dan is het dus aan alle kanten spannend en je moet gewoon je best doen voor je puntjes. En dat vind ik het mooi aan die afdeling.
En alles is mogelijk. Oranje-wit is misschien de zwakke broeder. Nou ja, die balen van denk ik dat ze niet tegen ons gespeeld hebben. Want toen ze wonnen van de RVVH, want als ze nog gewonnen hadden, dan staan ze ineens weer op, als op 9 punten gestaan. En dan zien ze gewoon Deltasport liggen met 3 puntjes verder. En dan kan je hier wel voor de promotie en degradatie, als je daarvoor natuurlijk de hele tijd niks haalt. Maar ja, die hebben het wel moeilijk. Ik spreek Pippi elke week. Want wij hebben altijd de tegenstander die hij dan heeft. Dus we hebben het er altijd eventjes over. Maar goed, ze hebben een goed trainingskamp gehad. En ze zijn volop bezig. En ja, doen de uiterste best. En ja, dus een ander uitgangspunt hebben die dan andere ploegen. Die, zoals jij een Xerxes noemt of zo. Die van tevoren getipt worden als periodekampioen of kampioenen. En dan moet je hoeken naast weer haar. En iedereen had die Odenboys ook verwacht. Maar die zijn nu weer op de weg terug, denk ik. Ja, want er is een ploeg die onderin stond. Zelfs op PD. Ja. Ook de weg omhoog vindt. Schravenzande. Geeft zich ook niet zomaar gewonnen. Spelen nu ook weer gelijk tegen Smitshoek. Ja, kijk maar, die hadden 5-0. En daarna pakten ze 8-18. Ja. Dus dat is heel heftig, 8-18. Dus je moet continu geconcentreerd blijven. Maar ja. Dat moet je zo in principe overal wel. Hè? Maar je moet bijblijven. Ja. En continu. Ja, en daarom blijf ik ook zeggen, man, je moet gewoon zorgen dat je goed voetbal speelt. Voor allemaal resultaten en standen kijken. En ik weet dat iedereen dat doet. Dat doe je hier met het programma. En net zo met elkaar praten. Maar zorg dan gewoon dat je allereerst goed voetbal speelt. Stop daar veel tijd in. Ga trainen. Speel oefenwedstrijden. En probeer het voetbal echt... Zorg dat dat goed in orde is. Dan krijg je op een gegeven moment komende punten wel. Mm-hmm. En ook als je niet zo goed komt, moet je er toch wel naar trainen. Hoe was je eigen wedstrijd gelopen? Want je kwam 2-0 achter. Ja, vooral door de wind. Vooral door de wind. Kwamen achter. Foutief terugspelen. Waar Liefhebber tussen zat. En die maakte hem goed af. Dus was de 1-0. Vroeg in de wedstrijd van 7 minuten? Ja, na 7 minuten. En wij proberen steeds op te bouwen. En ik vind dat moet je ook proberen. En ik denk dat er nog steeds wel mogelijkheden waren geweest, maar mede door het harde weer komen de ballen niet aan zoals je wilt. En toen hebben we meerdere keren besloten om wat lang te spelen dan tegen de wind in. En Sanders heeft een goede trap. Nou, en dan trappen we een keer lang, 40ste minuut. En mijn spits krijgt verkeerd op zijn kop en dan wordt nog verlengd door een middenveld. En dan komt weer voor Liefhebber en die steekt hem op Fransen. En die maakt 2-0. Goed. Rust. Nou, en dan hoop je dat je dat we het om kunnen draaien. Na de rust, door middel van voetbal met de wind in de rug. En ik had verwacht en gehoopt, maar die als in ieder geval in zouden zakken. Nou, dat deden ze dus ook. Dus we konden een goede opbouw spelen met een man creëren op de midden. Vrij. Nou, door middel van een voetbalgoal maakten we de 2-1. Geluk met de 2-2 en indraaiende corner van Arie van Bree. En die valt ineens achter in de kruising. Nou, dat kwam door de wind. Jij noemt geluk Arie niet. Die zegt gewoon klasse. Ja, dat mag Arie ook zeggen. Maar als hij het 100 keer doet, dan gaat hij er misschien... Ja, maar je hoeft maar 1 keer te doen. Jezelf. Daarom. En gelukkig met weer een voetbalgoal met Dimitri Gomez, die een goede wedstrijd speelde. Ja, die werd een behoorlijke slijding op zijn voet. We hebben de foto's hebben we nog, dus er was geen twijfel over mogelijk. En penalty, die maakte Marlon Oranje. Die scoorde onze eerste penalty dit seizoen. Dus dat was 2-3. Dus toen zijn we ook verder... Dat bedoel ik, we hebben ook weinig tot niks weggegeven. Dus dat, en dat is fijn. Dat het zo... Dat we het zo afsluiten en dan we dus winnen. En dan al je ploegen in de buurt spelen gelijk. Uh-huh. Stedo of op Achillesveen na dan, die scoort in deze nog. Dus was een mooie zaterdag voor de VV Zwalen. Ja, kijk je weer omhoog. Ja. Maar is dat echt een doel of zeg je van nou, we kijken wel? Goed, ik val in herhaling. Ik blijf vinden dat je gewoon eerst goed voetbal moet spelen. En daarom was ik gisteren wel tevreden met de punten. En niet met voetbal wat wij gespeeld hebben. En dat klinkt misschien allemaal gek en klinkt misschien idealistisch. Maar laat ik dan maar idealistisch zijn. Maar ik vind dat gewoon heel belangrijk. Want ik wil niet afhankelijk zijn van geluk. Ik vind het heerlijk als ik punten heb. En we hebben wedstrijden gehad dat we kansen tegenkregen. Dat wij wel scoren en zij niet. Dat we daardoor de punten kregen. Meest treffen als RVVH thuis aan het begin van het seizoen. Maar elk punt die ik kan pakken. En ik ga ook niet lopen liegen. Ik sta liever bovenaan dan in de midden. Maar ook de wonder in. Ik bedoel, dat is het niet. Maar als jij steeds zegt hoek heb gewoon een van de meest uitgebalanceerde ploegen. Die er rondloopt. Ja. Een laatste over deze klasse. RVVH, 0-0 bij Sudoku. Voor 100 toeschouwers ongeveer, maar goed, dat nemen we wel lief. Die hebben een doelsaldo van 16 voor en 8 tegen. Ja, die 0 is knap. En dat vind ik niet zo gek met die keeper en dat centrum. Eigenlijk de laatste 4. En Koorman ervoor. Ja, scorend vermogen is bij hun gewoon een van de grote problemen. Ja. En dat is absoluut waar. En, goed, je geeft deze treffende doelcijfers al aan.
Dus ja, dat wordt moeilijk voor hun. Ze moeten gaan scoren. Ja. Maar ze spelen verder zeer netjes voetbal. Ja, ja, dan denk ik, een spits erbij en je weet het. Ja, ja, misschien, als Luiten uiteindelijk fit wordt, dan hebben ze alweer een spits van die al kwaliteit heeft. Maar er zijn ook gewoon genoeg kansen geweest voor RWWA. Dan hoef je niet Luiten te heten, maar al die andere jongens hadden die er ook in kunnen schieten en die doen dat niet. Ja. Dus, maar ze creëren wel de kans, maar ja, het gaat wel om het afwerk. Nodig niet echt uit om te gaan kijken, denk ik dan. Nou ja, maar als je van voetbal houdt, moet je wel gaan kijken bij hun. Ja, maar als je de statistieken erbij pakt, dan denk ik, ja. Nee, dat is ook zo. Mijn scout was geweest bij Studoco. Ja, ten eerste het veld, daar word je al niet vrolijk. En ik denk dat daar windkracht 44 stond. Dus dat was geen leuke wedstrijd om te bekijken. En daarvoor maken we dit programma, om te ontkrachten dat een 0-0 niet leuk is om naar te kijken. Want er wordt goed voetbal gespeeld, absoluut. Alleen niet gescoord. Nee, inderdaad. In 1B zagen we Alexandria 3 hele belangrijke punten pakken. Ja. Bij Voorschoten. Zonder Spork, want die was geschorst. Dat lijkt me ook wat. Kan me niks meer voorstellen dat ze zich druk maakt of zo. Ik kan me helemaal niet zo voorstellen. Nee, maar dan ben je er een keer niet bij en dan gaan ze er met 3-0 overheen. Tenminste, niet bij. Hij zal zijn steentje hebben bijgedragen in ieder geval. Maar goed, ja, de kampioen moet daar Rijnvogels worden. Die heb ik trouwens gezien in de tweede helft. Bij Sportclub Feyenoord. Dat was niet aan af te zien dat een eerste klasse bovenaan tegen een vierde klasse die bovenaan zat. Dat is dan natuurlijk ingegeven door de situatie. Maar Feyenoord moet ik echt, hè, want ik ben ook vrij cynisch geweest en we hebben het er wel eens over in dit programma dat ik zeg, maar ja, in die klasse is dat niet knap, 1648 en bijna 100 goal. Maar ik heb ze de tweede helft zien voetballen en dat is echt wel een leuke ploeg. Dat is echt gewoon, ze stonden al 2-0 voor toen ik aankwam. Op dat moment werd het net 2-1. Door Hendrik van Beelen, ook een aardige spits om in gelegenheid te hebben. Maar je merkt echt dat daar leeft het alweer. Ik denk ook dat Harry Akkermans, niet omdat hij hier wel eens zit, maar echt uitstekend daar bij die groep past. En ze hebben echt gestreden voor elke minuut. Ja, maar het is met als resultaat. Nee, natuurlijk niet. Ja, ja. Maar goed, dan speel je tegen de nummer 1. Hè? Want Rijnvogel staat in die 1-2 10 punten voor. En ze zijn niet heel veel minder geweest. Sterker nog, ik geloof dat ze eerst zelfs iets beter. Maar zet de ploeg van Feyenoord nou eens neer. Hoeveel jongens hebben er vorig jaar in de hoofdklasse geacteerd? Of jaren ervoor? Ja. Of zelfs nog een ex-prof voetballer? Feria. Ja. Ja, maar dat zie je dan ook wel eraan af. We gaan heel veel over links. Nee, maar dat bedoel ik dus. Dus dan heb je wel 18 naam staan vierde klas. Maar dat heb alleen maar te maken met zaterdag. Maar dat is wel knap dat je met een ploeg die toch bij elkaar. Want er zijn toch een hele hoop weggegaan. Dat je zover zit. Nee, je speelt kwartfinale beker tegen de. Volgens mij de winnaar van Sportlust, Alphense Boys. Geef ze ook wel een kans tegen. Dat is netjes, absoluut. Ja, als je maar Rijnvogels kan winnen, dan kan je van andere ploegen. Ja. Ik weet wel dat ze bij Rijnvogels niet heel gelukkig mee waren. Ja. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat ik denk van ja. Goed, dat was 1B, 1C. Daar blijven de clubs het of goed doen, of toch wat onderin. Zuidland. Tweede overwinning. Ja, nadat ze, ik geloof in november, ergens van SHO wonnen. Hebben ze eindelijk de aansluiting gevonden. En dat is mooi. Want het is een mooie club bij ons in de regio. En die staat gewoon te laag. En hetzelfde wat we net over Barendrecht hadden met Capelle. Het is nu het moment om omhoog te gaan. En als je naar beneden gaat, dan moet je kenteren of kantelen. Hoe je dat noemt. En dat is moeilijk. Maar zij zitten nou wel erin van eindelijk wel. Ja, en dan hopen we natuurlijk in deze regio dat zij weer aansluiting vinden en omhoog gaan. Want ze moeten erin blijven. Een mooi start zijn. 2-5, dat is ook een lekkere uitslag. Ik sprak er al Martens eventjes, die zei dat het enigszins geflotteerd was, maar dat maakt in deze periode helemaal niet uit. Als je daar slaat. En ze hebben de zwerver komen, wat we net bespraken, dus als ze die winnen, doen ze het gewoon weer goed. En ook een hoop jongens die bespijken in die schat hebben, dus ik hoop dat ze er, zoveel niet, maar degenen zijn echt slandernaren geworden, dat speelden er al jaren. Ja. En, laat ze maar winnen, want laat ze maar lekker eerste klasse blijven. Volgens mij blijven ze ook wel redelijk bij elkaar. Ja. Dus dat is, er is wel wat mogelijk. Ja, dat is wel goed werk voor volwassen. Ja. Ja, nou knap ook. Spijker in jouw ploeg, 4-0, staan gedeeld koploper weer. Ja, is Julien Gret nog bij me geweest, twee keer gescoord. Die had ik, en een assist, man van de wedstrijd. Zijn nekbal, die zei, ik kreeg nog een appje van gisteren. Nou, bedankt de wonderdokter. Ik zei, nou, het zal wel aan jezelf liggen. En hij schoot er nog 2 in ook, dus dat is mooi. Ik heb het verslag nog gelezen, er stond aardig wat wind. Mm-hmm. En, 2 goede kansen aan het begin voor de
partij die scoorde niet rechtstreeks. En daarna was Spijk in de Serenmeester. En terecht gewonnen 4-0. Dus ze staan weer gelijk met Esso. Ja. Ze hebben het er overzichtig over. Het zal toch niet de laatste speeldag. De Spijk in de Esso, geloof ik. Dus ja. Het zou een hele mooie ontknoping zijn. Ja. Het zou mooi zijn. Ja. Om heen te gaan met je camera. Ik heb het idee dat jij Joe Klein nog aan wil halen. Toevallig. Altijd als ik hier zit, moet ik. Maar ja, als je 3 keer scoort en 3-0 wint. Ja, dan moet je genoemd worden, vind ik. Dat is heel netjes. Een mooie, denk ik. Man van de wedstrijd. Ook hier een man. Alleen je gaat allerlei mannen van de wedstrijd krijgen. Maar het is wel even lekker. Want ja, volgens mij heeft hij aangegeven te gaan stoppen, wat ik even gezegd. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat is lekker als je dan een speelje gaat vinden kijken. En het is altijd lekker voor de spits om 3 keer te scoren. Ja, in de netjes. Dus bij deze Joey Klein tegen Sliedrecht, 3-0. Ja, die laat het dan wel even lelijk afweten. In 4 dagen tijd? 3? Op woensdag verliezen van Zwerver. En dan wij hebben tegen Sliedrecht gespeeld voor jullie cup. De Voetbal Rijnmond? Ja. De VR Cup? Ja. En toen werd het 2-1 voor ons. Maar toen wonen we wel een ploeg met aardig wat power, hoor. En dat is helemaal niet zo verkeerd. Dus, tegen wie speel je nu? Ja. Ja. Ja, dat is een gevaarlijke club, hoor. Brielen, dat wil ik zeggen. Want wij zitten in de Makelonstoor. Zoals u kunt zien in dit prachtige pand. Mijn broer kijkt mee. Zoals we dat kunnen zeggen. En dat is een mooie tafel. Dus vandaar dat ik het even aanhaal natuurlijk. Maar dat wordt een mooie pot. Nou ja, zeker. Absoluut. Dus, tenminste, als ze een beetje in vorm zijn. Want dat wil ik nog wel eens over laten. Maar daar hoort u straks Hans Werker nog van alles over. Want hij zal 2D gaan behandelen. Maar je kan het even snel weggeven. In de zin van Sliedrecht zijn we, ja, daarom. En nou ja, goed, Rijsoord zit er natuurlijk nog bij. En het gaat gewoon tussen SO en Spijkenis. Ik denk de meeste kwaliteit en het meest constant. Dus nou, we moeten het samen maar uitzoeken. Mooi. In 2D hadden wij 3 uitslagen. Straks gaan we met Hans Lombardij-Brielen bespreken. Hoewel dat misschien wel pijnlijk zal zijn. CWO, Hellevoetsluis, de Houdini-act is eventjes in de kast gezet. Want... Derde periode. Dan gaat alles gebeuren. Dus deze was nog van de tweede. Ja. Dus deze telde eigenlijk niet mee. Ja, nee, en dat is. Dan gaat het beginnen. Ik sprak hem vandaag. Misschien. Edwin de Koning, misschien kans op een gelijkspelletje. Zat er niet in. Dan, het viel niet zo. 3-2 verloren. Hij zegt maar. Er komen nu een paar belangrijke potten aan. En dan moet het weer even blijken of ze weer kunnen ontsnappen. Hij zegt maar. Het is wel. Het zit zo dicht bij elkaar. Ook qua voetbal. Dat is echt. Ja, want volgens mij is Lombardij staat. Uit mijn hoofd gezegd, 5e met 4 punten voorsprong op de streep. Ja. Zo gek kan het zijn. 6 punten tussen de Hellevoet en de nummer 5. Ja. Dus nummer 4 en 12, want die zitten toch wel in de WKWDW, Lombardij en NSVV. Dus nummer 4 en 12 zit 4 punten verschil. Wildrecht Botlek? Ja, ik vind het te knap, want we hebben het er net over. Het zag er voor Botlek heel goed begin. Vielen ze helemaal in elkaar, het pakte geen punt meer. Trainer nog even ziek en is weer terug. En ze pakken nu 2 wedstrijden 6 punten. Dat is gewoon belangrijk. En ik vind mijn oude spits, Nasser, die heeft de 16 in liggen in die tweede klas. Dat vind ik echt netjes. Want, En mooi dat ze weg omhoog gevonden hebben. Want dat is toch een club van Thailand. En vroeger toch vierde klas en heel langzaam omhoog gegaan. Goed werk geleverd daar, vind ik. En talent, want Quincy de Lobel. Ja. 15 jaar viel in. De zoon van Serge de Lobel, wat vroeger een hele interessante spits was bij ons eiland. Ja. Voor mij heb ik nog wel eens tegen hem gespeeld. Tegen een of ander, ja, god, waar weet ik waar het was, maar... Maar hij heeft naam volgens mij hoger dan zijn vader bijvoorbeeld met de Botlek. Ja, op 15-jarige leeftijd. Ja. Dus wat moet dat nog worden? Volgens mij moeten daar mensen langs de kant gaan staan om te kijken van, hey, moeten wij die eens niet gaan halen. Maar goed, 15 jaar, hij heeft nog een heel leven voor zich. En als je dan toch in de Makelonstoor bent van de familie Venneke, ja, dan haal hem er gewoon eventjes bij. Want ja, als Lombardij Brielen wordt gespeeld, dan, en je bent het dan toch hier, dan moeten we het er ook maar even over hebben. Maar ik had een wat leuker gesprek vooraf verwacht. Want het werd gewoon 2-1 voor Lombardijen. Tenminste, een leuker gesprek. Leuk voor Lombardijen natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, laten we dat vooral niet... Maar ja, de verwachting was toch dat Brielen zou gaan winnen. Als je kijkt naar de ranglijst. Ja, maar dat is je scorebordjournalistiek. Ja, dat bedoel ik. Verwachtingen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het moet natuurlijk toch op het veld gebeuren. En ik moet zeggen, ja, Brielen heeft gewoon dik verdiend verloren.
op grond van inzet en instelling en dergelijke. Ja, kan ik ze alleen maar feliciteren, ja. Ja, want vorige week verloor je, of twee weken geleden, wat was het? Nee, verleden week, ja. Verleden week. Eerste nederlaag. Ja, ja. Eerste nederlaag. Ja. En dan uit de Lombardije is een gevreesde ploeg. Want ja. Lombardije thuis is altijd een heel ander verhaal dan Lombardije uit. Klopt. Wat merk je daarvan, als je er op bezoek komt? Ja, kijk, het gaat er helemaal niet om zo'n club natuurlijk tekort te doen. Want dat is helemaal niet aan de orde. Want er lopen natuurlijk binnen dat elftal toch nog wel een paar spelers rond die echt maar kunnen voetballen. Zoals Van Zandt met zijn achtergrond bij Barendrecht, Van Duren, de baantjes, zeg maar, die er lopen. Dus, maar de accommodatie daar is natuurlijk ten eerste, ja, op z'n zacht gezegd, niet erg goed. Het veld is niet denderend, het bijzonder klein veldje. Daarnaast waren de weersomstandigheden dusdanig dat veld natuurlijk ook gewoon slecht was. Daarvoor hadden ze natuurlijk ook nog een wedstrijdje laten spelen. Dus ja, dat speelt allemaal niet mee om als je echt een beetje aardig wil voetballen, om dat tot zijn recht te laten komen. Brielen staat nu nog, bij mijn hoofd gezegd, 9 punten voor? Ja. Mag eigenlijk niet fout gaan, toch? Nee, maar daar ligt gelijk ons probleem natuurlijk. Je staat in de winterstop, sta je zeg maar 12 punten voor. De eerste wedstrijd win je. De tweede wedstrijd verlies je dan voor het eerst. En dit volgt erop. Dus dat betekent gewoon niet dat we nou angstig of bang moeten gaan worden. Maar je moet wel bij de les blijven. En in die winterstop heeft iedereen maar gezegd, en daar begin jij ook al mee, van dat kan toch niet meer fout gaan. Nee, ik zeg het graag. Ja, dus dat betekent gewoon dat je zelf je grootste tegenstander bent. Want het gaat tussen die oortjes ook wel meespelen, denk ik. Het valt nooit te bewijzen hoor, daar gaat het niet om. Maar... En dan zou het makkelijker zijn. Want je kan winnen, je kan verliezen. Maar een echte reden kan je eigenlijk nooit geven. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat is ook het mooie van voetbal. Dus wij zijn er nog niet klaar. En maar, dat moeten we terdege beseffen. Ik ga toch een beetje verder. Want we beschouwen dit als een dippie. En dan ben je straks een ene kampioen. En dan speel je gewoon eerste klas. Volgens de ambitie. Want dat is de ambitie die de club heeft, toch? Nee, maar dat is toch alleen maar gezond. En dat is goed. En die willen we best uitstralen. En daar is niks op tegen. En ja, ik wil niemand bang maken bij ons. Maar je moet wel bij de les blijven natuurlijk. En dat straalde je eigenlijk gisteren niet zo uit. Komende week rust volgens mij? Nee, we hebben Rozenburg. Nee, die moet je inhalen. Ja, zaterdag. Dus dat betekent, we hebben weer derbygevoel. We staan dan wel in de onderste geledingen. Maar ja, het derbygevoel speelt natuurlijk ook nog weer. Aan de andere kant wel een mooie ploeg om even tegen te herstellen. Of ja, zo, maar dat is weer zo'n makkelijk verhaal. Natuurlijk, maar goed, je kan ook tegen de nummer 2 moeten. Maar de nummer 14, ze hebben allemaal de punten nodig. Maar ik zou liever naar de nummer 2 gaan nu, op dit moment. Mm-hmm. Om juist die kentering te krijgen. En dit zijn gewoon lastige wedstrijden, zeker uit. En vooral omdat juist een Rozenburg de punten nodig heeft. En dat had Lombardije gisteren ook. En die zien dat als een enorme bonus. Dat zei Van Zanten voor de wedstrijd al. Hij zei, joh, moest luisteren. Ja, ik ben niet bang voor die wedstrijd. Want het is voor ons allemaal extra. We hebben geen druk. We kunnen lekker vrijheid voetballen. Nou, iedereen speelt voor bonuspunten tegen Brielen. Ja, dat is een beetje het punt. Nou, eerst was het natuurlijk zo dat iedereen erop uit was om je de eerste nederlaag toe te brengen. Nou, dat hebben we gelukkig achter de rug. We hebben zelfs een tweede nederlaag al te pakken, dus dat speelde allemaal niet meer. Dus dat scheelt alweer een slok op een borrel. Iedereen wil winnen van Brielen? Ja, iedereen wil winnen van de bovenste. En dat zijn wij toevallig. Dus dat blijf je houden. En als je dat aan het eind van het jaar nog bent, dan ben je kampioen. Ja, zo is het. Daar gaan we maar lekker vanuit, vind je niet? Wij gaan weer verder met de herenanalisten. Dankjewel. Oké, veel succes. In 3B, jouw kantine, ja, kantinegenoot, hoe zit dat? Er zit een wand tussen, maar je kan van links naar rechts lopen, 16 over. We komen er nooit tussen, komen er bij ons. Nee, maar 16 over, dat Vroef is daar verleden jaar gepromoveerd dan. En dit jaar doen ze het echt weer goed. Hij is het echt goed neergezet. Hij kan er niet doorgaan als trainer, vanwege werkzaamheden. Ja, hij gaat voor zichzelf erin. Ja.
Maar we trainen naast elkaar dezelfde avonden. En als je dat ziet, wat voor stap die gemaakt hebben met die vereniging, dat is echt klas. En dat is een hele grote club. Ik geloof 10 lagere elftal op zaterdag. Jeugd speelt allemaal op niveau. Ja, dat is een club die gaat omhoog. En hij heeft een hele mooie baas daar neergelegd. Hij laat iets moois achter voor Dennis Saal. Ja, die kan... Gewoon nieuwe trainer. Dit weekend 3-3 tegen PPSC. Dat zal Salari dan wel weer... hij vond volgens mij dat hij meer had kunnen krijgen. Maar 16-0 is dat derde. En kan een vervangende periode zo meteen. Dus dat is gewoon heel netjes. Het bruggetje is gemaakt, want die periode, de tweede periode, is gegaan naar DCV. Zij worden met 2-1 van mensen. Bescheiden feestje. Ja, hogere doelstelling. Ja. Kampioenschap, 5 in de voor geloof ik ongeveer, dus ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En mijn was toch een van de kanshebbers om in ieder geval die aansluiting te winnen. Ja. Afgeslagen, 2-1. En namens ons een van harte en, naar de ploeg uit Krimp aan IJssel. Berkel, Goudavino. Gaan wij gauw over naar 3C. Ja, moet je niet lang over hebben, dat is echt, wat een verschrikking is dat zeg. Opvallend daar was Sion Tak, dat werd 3-4 en was tevens het einde van John van Leeuwen. Hij is ontslagen en dan kijk ik even naar links. Zijn opvolger is Marco Sas. Nou, dan zijn we weer helemaal bij. En ja, in een nog slechter pakket kan je zitten bij Zuiderpark, wat aan elkaar gehouden wordt van eerste, derde en vierde elftal spelers. En dan wordt het 13-1 tegen titelkandidaat Deslandia. 13-1. Vorige week 18-0. 2 weken geleden. Dan duurt het nog lang, hè, zo'n seizoen. Ja, snel verzin. Ja, dat weet je niet. Goed, de jongens zitten er ook niet op te wachten. Maar ja, je moet een seizoen afmaken. Dan hebben wij beelden van Roon WFB. Ja, jouw nieuwe club. Ja. 3-1 verlies. Kan gebeuren. Van de kop lopen. Hadden ze hem graag aan willen. Heb je al enige informatie van je nieuwe club? Of zeggen we nou... Ja, ik ben op de hoogte gehouden, ja. En? Ja. Je wist kijken? Nee, de enige wedstrijd die ik nog niet gekeken. De rest heb ik allemaal gezien. En die spelen Frankenvrij WFB. En van niemand onder de indruk. En die gaan gewoon voetballen. En natuurlijk zit er bij Roon veel kwaliteit. Ik zag de samenvatting op Voetbal Rotterdam dan. Maar het is gewoon een hele moeilijke ploeg om te winnen. Echt. En dat zie je ook aan de uitslagen de laatste tijd. En nou maakten zij de laatste kwartier maakten ze het verschil, Roon. En bij WFB vonden ze het jammer, maar ze waren wel blij om te zien dat ze er mee konden met het niveau. Dan. Dat is de topploeg, Roon. Ja. En dan 3-1 verlies, maar wel rust in de vereniging. En bij WFB hebben ze zoiets van, joh, leuk meedraaien in die derde klas. En dan gaat het goed. Ja, leuk meedraaien, ja. Maar het is wederom een klasse waarin je heel snel naar beneden bent. En als de onderste ploegen, Schavendeel en... zit er nog meer bij? Den Bommel, die staan er ook onder. En DBGC zijn. Ja, die zie je toch wel omhoog gaan. En ja, dan moeten toch mensen uit straks. Dus je moet er gewoon je punten pakken en alert zijn. En ze staan er heel netjes. Vorig jaar promoveerd, heel netjes. Kijk, mooie samenvatting trouwens. Ja, heel mooi gemaakt. Ja. Goed, u heeft de goals gezien. Maar mocht u de hele samenvatting willen zien, kijkt u dan even op voetbalrotterdam.nl. Daar ziet u nog veel meer verslagen ook. En het meest actuele nieuws ziet u daar. SVS is terug in kop. Zij wonnen met 3-1 van Linschoten. En daardoor mogen zij zich weer koploper noemen. In 4D hadden we een soort, ja, een hardgaat-toernooi. Dat is, dan heb je HBSS tegen Quintus. Dan heb je Hargaat tegen Hillegersberg. En Hermes DVS tegen Verburg. Allemaal op één plein. Ik denk, nou, een klein toernooitje aan het spelen, zo, dat ligt niet ver van. En Quintus op Harga, dat is ook altijd wel spannend. Hoewel, andere vereniging, dus dat zal, het zal wel meevallen. In ieder geval was het een 2-1 verlies voor de boys op Harga. HBSS verloor van Quintus en Harga en Hermes EVS wonnen. CVV Zinkwegse Boys 4-1, die had ik dan, ik weet niet waarom ik dat erop heb staan, maar waarschijnlijk ingegeven door wat mensen. Met 10 man wisten zij zelfs nog een 2-8 of voorsprong uit te breiden naar 4-1. 4F? Hebben jullie daar nog wat van? Ja, Melisant, een mooie overwinning op SCO. Dat wou ik zeggen. Ja, die kwam hard aan. Ja. Want nou is het even afwachten wat Flaké doet tegen SNS. Want ja, ze hadden de periode kunnen pakken, SCO.
Ja, maar dan moeten we SNS winnen bij Flaké. En dat is nog niet zomaar gegeven. Dat op dat eiland niet, nee. Dat, Ron Boerlage, die zit al... het loopt dun in de broek al weken bij hem. Want ja, het kan zomaar gebeuren. En elke keer lukt het niet. Maar jij zegt Flaké, die kan wel eens SCO een gunstige dienst bewijzen. Ja, dat op dat eiland daar geven ze niks cadeau aan elkaar. Echt niet. Nee. Ja, dan moeten we ons dan maar naar vasthouden. Als SCO zijn. Nieuwe Hoorn won wel weer met 4-0 bij Simonshaven. Ja, en dan begin je als bolwerk in de derde klas als het zo doorgaat. Nieuwe Hoorn stopt in 1 op zondag. Deze week bekend geworden. Ja. En dan... Triest. Ja? Ja, vind ik triest. Als je vroeger Radio Rijnmond luisterde, dan hoorde je altijd Jan-Dirk Stout over Nieuwe Hoorn. En die kwam er ook heel veel in de periode dat wij er zaten. En ik heb nog langer gezeten dan Harry. En nu is het, nu gaat het ineens naar de zaterdag. Wat voor reden ook, te laat buiten. Maar ik vind het wel triest. Ja, want ik vind Nieuwe Hoorn echt een bolwerk. En ik ben er wel met pijn in mijn hart weggegaan door de nodige mensen. Maar dan gun ik ze dit zeker niet, nee. Nee. Het heeft echt wel impact, Harry, zo'n stap voor Nieuwe Hoorn. Ja, maar Nieuwe Hoorn is echt, toen wij klein waren, van Nieuwe Hoorn, de club, Evers Plunde, Karel de Blok, dat zijn mannen, heel het eiland, iedereen had het erover. Want in de Jan de Bakker toernooi, ja, had je helft tegen Nieuwe Hoorn, er kwam gewoon echt een paar honderd man op af. Dat was, ja. En dat is gewoon weg nu. Maar is dat dan ook nood ingegeven? Of, ik hoorde vandaag nog geen 30 toeschouwers bij. Bij ons ging de bus, er ging gewoon een bus. Hoeveel lang geleden is dat? 10 jaar geleden? Ja, maar zeker toen ik er ook zelf speelde, maar ook toen ik er trainer was. Wij hadden Flakeënaars in onze ploeg. De Chris van Bergs, de Geert van Bergers, Johan van Dam, hoe heet die jongens van DBGC natuurlijk, Tim Frans en Pully, Wilco Kulleman. En Bas van der Malen natuurlijk, de laatste, Michel Melisand. Ja, die trokken gewoon mensen aan. En ik bedoel, dat was het nadeel van Nieuwe Hoorn. Het zat op het eiland, dus je kon niet zo snel spelers aantrekken. Dus ging je naar Flaké. Nou, dan kwamen de beste spelers van Flaké bij ons spelen. Maar was ook een voordeel, spelers gingen niet zo snel weg. Dus het was redelijk honkvast. Het had een eigen identiteit. In de jaren daarna, de laatste jaren, heeft Nieuwe Hoorn, vind ik, op de zondag zijn identiteit verloren ten aanzien van de spelers die daar speelden. Het was een komen en gaan. En daarvoor was het een veel rustiger doorgangshuis, om het maar zo. Het was eigenlijk geen doorgangshuis. En Nieuwe Hoorn was eigenlijk grandeur en die hebben ze nu verloren. Ja. Zonde, hè? Ja, ze doen nog wel aardig mee, want we gaan over naar de zondag, maar het is wel opvallend. Neptunus, Nieuwhoorn, er zijn huidploegen die ontkomt er bijna niet meer aan. En we hebben het al vaak beantwoord, maar het is een feit, laten we het zo maar zeggen. Wij gaan richting de zondag. Goed, komen we aan op zondag en een puntje, Leonidas. Tegen AFC. De nummer 1, ik bedoel, daarom niet te onderschatten. Ze hebben natuurlijk een periode gehad dat je denkt van als je dan AFC op bezoek krijgt, dan hoef ik niet jaloers op te zijn. Mm. En dan vind ik het toch knap, een punt. Moest uit bij AFC of thuis? Voor mij thuis. Oké. Okay. Een puntje tweede koploper is nooit verkeerd, toch? Nee, wou ik zeggen. En nogmaals, Leon is een aardige ploeg, hoor. Dus die kunnen ook gewoon weer wedstrijden gaan winnen. Ja. Ja, absoluut. Nou, laten ze doen. Ja. Volgens mij voelden ze, of ze maakten in blessuretijd de 3-2. Mm. En het werd ook nog in blessuretijd 3-3. Volgens mij voelden ze zich nog een beetje bezorgd, als ik het goed heb, hoor. Maar het is kort na de wedstrijd, dus vergeef me als ik het fout heb. Zo, VOC dan. 2-8. Dat wou ik zeggen. Bij de Zoave. Ja. Dat zijn nog eens uitslagen. Een deftig uitslag gesproken. Maar... 3 keer Thomas Verhaar. Ja. Hebben we nog ergens een spit nodig? Barendrecht, FFWA, Capelle. Waarom? Die hebben Kevin Vink. Ja, maar Verhaar speelt niet in de spits, dus... Nee, oké, we doen een beetje eromheen. Ja, daar hebben ze achter zijkant. Daar hebben ze volgens mij ook nog wel. Je hebt Van der Laan nog erachter. Dat is een middenveld. Ja. Ze hebben Reuring aan de zijkant. En, Jij zegt maar Sluis? Ja, dat denk ik. Dat heb ik hier en daar al gehoord. Ja, ik heb Sport ook al gehoord. Dus het kan allemaal. Ja, waarom blijft Barendrecht was in de running. Ja, het is logisch dat die jongen in de picture zit. Maar die is heel jaren. Waarom blijft hij niet? Dit was toch altijd van... Ja, voor mij is hij nu al aan een stapje toe. Ja. Voor mij wilde hij nu al een keer kijken, ergens. Ja. Nee, ik begrijp het niet.
Het is jarenlang bij elkaar gebleven en een stapje toe dan wil je hoger spelen. Nou zitten ze in de hoofdklasse. Ja. Hebben ze eigenlijk een keer wat tegenstand, verliezen ze een keer. Dan komen ze weer omhoog. Met zijn broers erbij, vader erbij. Dan, dat is dan waarom dan nu bezig wel die stap? Waarom ga jij naar WFB? Een nieuwe uitdaging. Nou, misschien is dat voor hem ook het geval. Ja? Denk ik. Toch? Maar goed, ja, dat die jongen hier wel goed kan voetballen. Ik hoor Rick Kruijs, want die hebben we vorig jaar meegemaakt natuurlijk bij de Meren. En, die had zijn vader al getipt van, joh, is dat nog niks voor Sparta? Ja. En de manier waarop Sparta de laatste week zich tentoonspreidt, laten we het daar niet over hebben. Nee. Jij als Excelsior. Ja. Nee, ja, goed, daar heb ik niks over te zeggen. Nieuwe Hoorn, Hollandia 3-0. Ja. Net al uitgebreid behandeld voor de statistieken, maar het is ook nog wel ergens gewoon. Ik bedoel, als jij er gewoon in blijft, dan betekent dat voor... Maar wat ik net aangeef, er zijn dus allerlei perikelen en ze kunnen zich kennelijk toch opladen om zo'n wedstrijd te spelen tegen Hollandia. Nou, dat vind ik erg knap dan. In de eerste klas, twee wedstrijden. Portugal Maghreb 0-4 en Velo Nieuwekerk 3-2. Nou, dan denk ik van ja. Voor bovenin waren dat hele belangrijke wedstrijden. Nieuwekerk zijn koppositie kwijt, maar Grep neemt het ook. Die verliezen één keer en die trainer vliegt eruit. Ja, dat hoor ik ook van Kruis dat de chemie ineens weg was. Ja. Dat is wel knap. Een soort, nou ja, goed. Er vliegen wel meer trainers uit de laatste weken. Ja, recent nog Bert van Marwijk. En zo zullen er nog wel... John van Leeuwen. John van Leeuwen. Ja, bijvoorbeeld. Die hadden nog een Doetinchem nog een, maar dat is een ander niveau. Laten we, want de tijd is kostbaar. Donk OHVV gestaakt bij 0-1 vorige keer. Ja. En je mocht weer, want je hebt gewoon meegedaan. Ja, er waren weer een aantal mensen. Wanneer is het nou een keer genoeg? Zolang het lichaam het toelaat? Ja, zo. En het niveau? Als we zeer zijn overleden en dan word ik opgehaald. Dus, ja, was het echt zo erg? Ja, het was zo erg. Maar dan is het volgens mij in de 21ste minuut of 27ste minuut 0-1 dat je verder gaat. Ja. En dan ga je rusten met? 0-4. Nou, wat is er gebeurd in 18 minuten? Drie keer scoren. Precies. En de wind mee. En goede goals. En gelijk de eerste beste aanval. Andy Kruik, die maakte 0-2. Toen scoorde Wesley. Milwijk scoorde nog de 0-3. En Slavija. Ja, die ging vanaf de middenlijn met een elftal van Donkspelers achter zich aan. Maar ja, die jongens, je hebt Harry toen destijds naar OHV gehaald. Dat is de aanvoerder. Ja. Ging één rechte lijn door het midden en de zee ging open. En ze hebben nog geprobeerd hem tegen te houden, maar dat lukt niet hoor. En die maakte de 0-4. De tweede helft kwam een beetje onder druk. En toen kregen we nog wel kansen in de tweede helft. Waar we niet goed uitspelen, maar ja, ze zijn absoluut niet gevaarlijk geweest. Dus ja, voor Oude Hoorn is dit een hele belangrijke overwinning. En, ja, dat en vorige keer gewonnen van Ommoord en Ommoord de puntjes kwijt. Nou, bijvoorbeeld op een Ommoord doe je dan ineens in een kleine 3 weken loop je 9 punten in. Of uit. En volgende week hebben ze DH de Mussen. Dat is ook weer een moeilijke wedstrijd. Want DH is altijd toch een aparte wedstrijd. Maar goed, er gloort wel weer wat hoop. En die jongens waren goed bezig, begreep ik van de trainer. En dat hoor ik ook van de jongens. Dus nou ja, goed, als Oude Hoorn erin kan blijven, zou zeer knap zijn, ja. Ja. En de grote groep hè, die bij elkaar zit nog. Dus 2-3 overwinningen. Ja. Je staat zomaar zesde. Ja, ze staan nu, moet ik het even uit mijn hoofd doen, maar op SEO. Die hebben ze dan over een week of drie. Ja. Het is de Mussen slikken weer SEO. Nou ja, goed, dan loop je zo weer aardig in. Dat kan zomaar. Nog geen club, hè, Peter Marcel? Nou, nee. Nee, ik heb het vandaag met hem over gehad. En een aantal clubs wel gesolliciteerd en gesproken. Dus helaas nog niet voor hem, maar hij is wel absoluut geïnteresseerd. Maar het moet ook bij hem passen, zei hij. Ja. Dus, nog ingevallen? Ja, de laatste 20, 25 minuten. Maar toen was de stand. Ja, toen was het al gespeeld, dus er kwam niks meer fout doen. Dus. Nee, ja, ook nee. Dat. Niet gescoord, dat is jammer. Dan, nee. Had wel gekund, begreep ik. Ja, maar hij koos voor de korte hoek en de keeper die gokte misschien op mij. Nou, die bleef lang wachten, dus dan had hem alsnog. Het had wat geweest. Ja, 43 jaar en dan een score? Ja. 43. Nee, 43. Nee, 43. Nou ja, jij op zondagavond, dan zeg je altijd even gouden gedaan. Brandlos. Ja, het is gewoon de... Ik zeg, Unio hebben we vorig jaar gehad. En VFC hebben we vorig jaar ook een afdeling gehad. En wij zijn er dan niet ingebleven. Rechtstreeks gedegradeerd. Samen met VFC. En ik hoop echt van harte dat OHV erin blijft. En dan zie je in de derde klasse nu VFC verder gaan waar het aan begonnen is. Dat is gewoon een hele grote club. Ik geloof 1000 leden daar. En ja, dat kan het.
dat is zo stabiel daar, dat moet gewoon weer omhoog gaan. En met Danny Mulder, de juiste trainer denk ik ook, even vernieuwing. De andere trainer zat er de hele tijd en ja, even nieuwe bezems natuurlijk, dat veegt wel aardig. Ja, en die maken gewoon het verschil van. Het zijn duidelijke uitslagen de laatste weken van VFC. Dus dan kunnen we met Gouda komen, maar dat vond ik iets instabieler. Dat heb ik zelf in de voorbereiding. Aardig jeugd, hè. De jongens van Excelsior lopen er aan. Daan Smit, die traint daar een hele kleine jeugd. Jeff Stans, die bij Excelsior bijvoorbeeld, die traint daar de A1. Dus ja, goed, de jeugd zit daar wel heel goed in elkaar. En dan kan Danny toch vanuit uitputten. Dus dat is wel leuk. En als je het over beleving over de zondag hebt, jongens. We hebben wel eens over dat het nergens... Ga maar kijken daar, het is echt vol en een mooie tribune, mooi complex. Daar komt nog heel Vlaardingen daarheen hoor. En dan zit het helemaal vol. Ja. Je zei het in oktober al, hè? Let op VSC, kampioen zonder zin. Ja, zeker. Nee, maar dat is gewoon een goede groep ook en die gaan goed met elkaar om. En, dat is, het duurde voor november voordat je me overtuigd had, maar toen zei ik ook van ik geloof het ook wel. Maar er is ook toe aan de tweede klas. Ja, ze zullen het weer dan dat jaar door moeten komen. Dat eerste jaar moet je door. Mm-hmm. En vorig jaar was ik had wel het idee dat het iets sterker was. Nou is de groep groter waar je. Vorig jaar stond er geen Unitas nog op dit moment nog bij om nummer 11 of zo. Dus ja, dat was gewoon zo'n goede ploeg. Ja. En nu zie je dat er in die tweede klas een ploeg of 7 zijn die een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Nee. En daar moet je gewoon hopen dat je erin blijft, het eerste jaar overleven. Ze hebben in ieder geval de periode gepakt om te spelen. Want door de overwinning van Gouda op Unio pakte VFC de periode. En nou ja, na competitie, hè, Gouda heeft ook na competitie. Maar met het terugtrekken van Neptunus en Nieuwenhoorn gaat dat natuurlijk wel een stuk interessanter zijn. Als jij namelijk die eerste ronde doorkomt. Hè, je hebt het vorig jaar gezien met SCV, Groeneweg en al die ploegen die... OAVV ook. Ja, OAVV heeft gewoon gedaan zoals het op papier stond. Ja, geen wel, extra kans. Nee, SCV heeft drie of vier... Die wonnen van SCV, de finale. Ja, maar die hebben iets, en daarna heeft SCV nog drie mogelijkheden gehad. Ja. Of twee mogelijkheden in ieder geval om het nog voor elkaar te krijgen. En dat ga je krijgen. Maar dat ga je dit jaar weer krijgen. Nee, maar dat is dit jaar veranderd dan naar die zaterdag. Mm-hmm. Die zaterdag derde klas zeggen ze nu van twee rechtstreeks en eentje na competitie. Ja. Want het klopt natuurlijk niet dat je op een gegeven moment alles maar... Mocht na competitie spelen, maar diegene die naar beneden ging, bleef wel hetzelfde. Nee. Maar goed, je hebt nu ook die na competitie, dat wordt wel weer een hele gekke. Want ja, er gaan gewoon heel veel ploegen wegvallen. En ja, het is heel interessant om periodekampioen te worden. Maar dat is altijd. Maar dat is altijd zo, ja, dat is waar. Dat is waar. AG Meeuwplaat, 96e minuut, daar was hij dan. Ja. Juichen! Ja, weer opgelucht, ja. Ja? Ja, dat was echt. Is dat heel goed voetbal? Gewoon 300-400% kans en niet maken. En dan toch wel rustig in de rust gekeken van wint mee. En dan, maar ja, toen was het wel in de 70 minuten hadden we volle bak gingen gewoon pompen. En daarin bleven ze eigenlijk nog wel aardig overeind mee op plaat. Met netjes, geen schoppartijen, gewoon net voetbal. Wel wat kansen en dat iedereen zich dacht van balen, puntverlies. En, dat hebben we Mo nog even. Die schoot hem even binnen zo. Nou, wel lekker, want je stijgt erdoor naar plekje 3. 3 punten achter met een wedstrijd meer op SVDPW. SVV nummer 2, dus je moet eigenlijk achter de Schiedamse club staan. Ja, maar daar gebeurt nog wat. En bij ons ook hoor. Ik zeg niet dat wij voor de rest alleen wij zijn goed de winst erbij gekomen. En laat het maar lekker met elkaar uit gaan zoeken. SVDPW verliest vandaag maar 8-1 geloof ik, van Xerxes. Voor de oefenduel. Ja. En het SCV, ja jongens, dat is een heel mooi verhaal allemaal. Maar ik moet het allemaal nog maar zien. Ze hebben het altijd over moeten. Ja. Wij willen, we kijken wel. Mooi afscheid. Ja, ik wil wel proberen een periode te pakken. Ja. Niet in Rio, als je kijkt. Nee, maar er zitten wel wat andere ploegen bij. Hoor. GOZ is gewoon een hele goede ploeg. En WCR, maar dat is gewoon goed. En ik heb natuurlijk 2 jaar in die tweede klas gespeeld. Ploegen zoals SCV en SCP kunnen gewoon mee. Ja, kunnen gewoon gelijk meedoen daarin hoor. Dat misstaat niet. En GOZ, ja, je bent ook goed op de rit. Echt. Maar die 5 zijn het wel. Ja, maar we hebben maar 1 kampioen en 3 periodes. Dus er gaat er een mooie. Dus daar wil ik even niet bij zitten. Ik wou het zeggen, we hadden het over een mooie afscheid. Ja, precies.
Nou ja, de vierde klas kunnen we kort zijn. HOVDS, CR Vlom met 2 van Cabau. En 4D waren er nog een paar wedstrijdjes. Meest noemenswaardig. FOP Harga 05. Maar ja, ook FOP heeft aangegeven op zaterdag verder te gaan. Harga komt naar de derde plek. En Overmaas Coal 2-4. Weer uitgespeeld. Ja, is toch even ja, de laatste keer dat. Nog iets vergeten op zondag? Nog überhaupt iets vergeten? Nou, volgens mij is alles een beetje de revue gepasseerd. Kijk, nou dan wens ik deze mensen zitten terug in de WKWDW en wij gaan nog van alles doen van de week, dus blijft u er ook aan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.